Wij gaan van Nederland denk ik over naar het inmiddels zonnige Spanje. Harry, goedemorgen. Ja, goedemorgen. Wat een mooi orkestteken, geweldig. Kosten nog moeite gespaard, ja. Harry. Mocht wat kosten dit keer. Ja, top. Helemaal goed, man. En het mooie is, op deze dag, jij komt met iets heel moois en verrassends, Harry. Ja, nou ja, ik moet je horen, een tijd geleden toen zat ik een beetje te dommelen zo in mijn stoel. En toen kwam ik toch met een idee en toen dacht ik, ja, ik moet iets doen aan de politiek in Nederland. Want het is natuurlijk zo geweest, de afgelopen jaren zijn er natuurlijk een heleboel dingen zijn er verkeerd gegaan. Nou, dat weten we allemaal wel, met toeslagenaffaire en met Groningen en met asielbeleid. En ik dacht van, nou, daar moet ik een keer iets op zingen. Daar moet een liedje over komen. Over het feit dat ze in Den Haag eens een keertje aan de gang moeten gaan. En nou ja, toen kwam ik met een regeltje met hey Den Haag. Gaan we nog wat doen vandaag? En nou ja, en met die regel, daar bleef ik een beetje steken. En toen heb ik jou gebeld. Ja. Toch? Dat klopt inderdaad. Ja. Het was half voor de zomer even, nog. Vertel jij het. Nou, het was een vrijdagmiddag, de telefoon ging en toen naar Harry Vermeegen. Nou, dan is er iets aan de hand. En toen kwam jij met het idee van, goh joh, ik zou dit graag willen. Heb jij mensen waar ik mogelijk een samenwerking mee aan kan gaan qua studio, qua tekst schrijven, qua liedjes componeren? En toen heb ik jou een aantal namen genoemd en toen zei je van ja, probeer maar contact met ze te leggen of ze het met me willen doen. En zo kwamen we uit in de studio in het teleur van Manfred Jongenelis en Carlo Rijsdijk. En jij bent met ze gaan appen en bellen en de rest is na het draaien van het liedje zometeen geschiedenis. Ja, ik ben inderdaad bij ze in de studio geweest. Maar ja goed, ik ben eigenlijk de omgekeerde weg bewandeld. Want normaal begin je bij een platenmaatschappij. En dan ga je naar de muziekstudio. En dan kom je uit bij de discjockey eigenlijk. Ja. Maar ja, in dit geval is het helemaal omgekeerd gegaan. Maar dat is ook een leuke route. Ja, zeker. En ik naar de muziekstudio daar. En nou, dat was waanzinnig leuk daar. Met die jonge Nelissen en die Rijsdijk. Ja, die jongens, dat zijn natuurlijk hele geroutineerde gasten. En die hebben, die kennen elke noot in de muziek. Ja, daar hoef je geen zorgen over te maken. En die kwamen gewoon met een hele leuke en pakkende melodie. Nou ja, en toen we daar bezig waren in die studio, ik zei, jongens, dit kan echt wat worden, hoor. Ja. Ja, want je hebt de melding op social media gedaan. Nou, toen waren mensen laaiend enthousiast. Sinds vanochtend staat het clipje bij jou online. Nou ja, ik heb net even gekeken wat de reacties zijn. Harry, ik denk dat jij laat ik het voorzichtig brengen, wel iets teweeg gebracht hebt waar iedereen zich in kan vinden en waar we mogelijk misschien straks wel van een hitje mogen spreken. Ja, je weet het nooit, hè, Teken. Je weet het nooit. We gaan het volgen. Maar ja, nog belangrijker is natuurlijk om die plaat dan ook daadwerkelijk het levenslicht te laten zien via de radio. Ja, jij hebt de primeur natuurlijk. Jij hebt natuurlijk de primeur voor het eerst op de radio. Ja, bij jou. Voor de allereerste keer gaan we hem draaien. Harry Vermeegen met Hey Den Haag. Gaan we nog wat doen vandaag? Goed. Nou, en nou wil ik hem horen ook, Teken. Nou wil ik hem horen. Kom op. Ik zeg niks. Jij doet de aankondiging en dan knal ik hem erin. Nou, beste luisteraars van Radio NL. Ja, daar gaan we dan, hè. En jullie gaan de komende weken, hoop ik, allemaal meezingen met Hey Den Haag. Gaan we nog wat doen vandaag?